Richard Gasquet en deze alias Bedene uit Slovenië maken er een spannend gevecht van in hun eerste rondepartij op het centercourt van Rosmalen. De tiebreak moet de beslissing brengen in de eerste set. En die wordt gewonnen door de nummer 93 van de wereld, Bedene. Die een tijdje voor Groot-Brittannië uitkwam, maar nu toch weer gekozen heeft voor zijn geboorteland Slovenië. In de tweede set eigenlijk hetzelfde beeld. Af en toe briljante punten, zeker met de backhand van de kant van Gasquet, de voormalige nummer 7 van de wereld en de man die op gras uit de voeten kan. Getuigen zijn twee halve finale plekken in het verleden op Wimbledon. Ook in de tweede set is er een tiebreak die gespeeld moet worden. En die tiebreak wordt gewonnen door Richard Gasquet. Hier het laatste punt. En het foutje van de man uit Ljubljana. 1-1 in sets. En dan is het Gasquet die hier de kans krijgt om de break te maken. En hij wordt in het zadel geholpen door zijn opponent. Drie finales heeft verloren op de ATP-tour. Gasquet 15 enkelspeltitels op zak. 4-2 wordt het dan. Dan is er opnieuw een breakmogelijkheid voor Richard Gasquet. Lange partij die uiteindelijk bijna 2,5 uur zal duren. Met veel lange rallies. Veel mooie punten zoals ook hier. Die forehand winner van Gasquet. Het wordt dan 5-4 voor de Fransman. Inmiddels 32 jaar oud. Afkomstig uit Béziers. Hij heeft twee matchpoints en maakt het in stijl af. En dus gaat Richard Gasquet de titel verdedigen. De winnaar van 2018 door naar de tweede ronde ten koste van alias Bede. Hier komt het fraaie laatste punt. En zo is het op de titel verdedigen. Richard Gasquet, die na een mooie strijd...